Kenny B in de winkels met daarop onder andere deze hit. Dit moet eigenlijk nog een hit worden, Kenny. Hè? Goedemiddag. Goedemiddag en ook goedemiddag aan alle luisteraars van Radio 2. Hoe heet het nummer? Ongoloko nooit de blakale kaling. Gaan we straks even over hebben. Ja. Nou, eerst even naar de nummers die zich inmiddels al bewezen hebben. Dit was de eerste. Werd Radio 2 topsong. Hoe voelde dat? Oh, dat was geweldig. Ik heb in Suriname is het zelfs in de krant verschenen. Mensen vonden dat geweldig. Maar in Suriname keken ze daar niet van op waarschijnlijk. Want jij hebt toch een record daar. Jij bent toch degene met de meeste nummer 1 is? Ja, dat klopt. Maar dat je het hier doet met 17 miljoen mensen, dat is... Het moet wel even lukken. En of het is gelukt met deze single. Ja, en dan ineens, Kenny, dan slaakt de krant open. En of het nou de Volkskrant is of de Telegraaf, ze willen je allemaal interviewen. Ja. En dat zijn grote verhalen, en dat is niet vreemd ook, want je hebt nogal een verhalen. Ja, als ik naar de gemiddelde kijk, dan heb ik een beetje meer te vertellen, denk ik. Ja, mocht je luisteren en die interviews met Kenny niet hebben gelezen, ja, ik kan niet je hele levensverhaal in een notendop de revue laten passeren. Maar laten we zeggen, in Suriname was jij bij de Binnenlandse Oorlog betrokken, in ieder geval bij de vredesonderhandelingen. Ja. Je hebt zo'n beetje alles gedaan wat los en vast zit als het om baantjes gaat, hè, van de laagste baantjes tot nu in één keer. Ja. Nummer 1 succes en iemand waarbij waar de wereld in één keer aan zijn voeten ligt. Hoe is dat? De wereld aan mijn voeten, dat is ook een beetje voor mij. Dat is natuurlijk niet zo. Ik hoor me netjes te gedragen, overal, ook in het verkeer. Ik heb niet genoeg tijd gekregen om erover na te denken. En tot nu toe, ja, het voelt goed, maar hoe moet je dat voelen als mens? Je staat nummer 1 in de top 40, iets waar je nooit van had gedroomd. En nou voor de vierde week al, wat doet dat? Het is subjectief, hè? Nee, maar daarom vraag ik je ook. Want kijk, je kan het aan mij vragen. Maar ik kan het niet vertellen hoe dat is. Ik vind het leuk, maar ik probeer het nog een beetje... Je wil het relativeren? Ja, nee, ik wil het een plek geven, snap je? En dat is nog steeds niet gelukt. Maar je zit er ook middenin, weet je wel. Ik zit er middenin. Je moet er vooral van genieten nu, denk ik. Van de ene radiostation... Ja, naar de andere. Naar de andere. Van het ene interview naar de andere. Ja, maar... Ja. Ik vind het geweldig. Ik vind het een prachtig ding. Ik wil even teruggaan naar een heel concreet moment in je leven. En ik weet niet, misschien zat je in de auto, misschien was het thuis, misschien was het op je slaapkamer, misschien was het ergens anders, maar er was een moment dat jij getroffen werd door een nummer van jouw grote held Bob Marley. Ja. Wat gebeurde toen? Ik werkte ergens en ik had altijd het idee om weg te gaan, om gewoon muziek te gaan maken en het proberen te redden met mijn 50 euro per maand. Of per week, want dat is zo vaak dat ik op. Soms niet, soms wel, dan heb je 100 euro. Maar ik wou weggaan daar en ik heb er altijd over getwijfeld. En dan dacht ik, vandaag moet het zijn, maar misschien toch niet. En ik stapte in de auto en dit was op de radio, weet je. Buffalo Soldier, Dread. En ik dacht van ja, nu is het echt afgelopen. Deze man geeft me boodschappen. Ja. En toen ben ik gestopt met mijn baan. En toen begon het mijn rollercoaster life als arme muzikant. Ja, en daar zit je nu hier aan de desk. Ja, er zit één zinnetje in, dat vind ik bijzonder mooi. Dat is deze. Yes, fire. Then you would know where you're coming from. Ja, en dat is volgens mij waar die bescheidenheid, of in ieder geval waar een beetje die moeite vandaan kwam. Toen ik je net vroeg hoe is dat in één keer als de wereld aan je voeten ligt. Ja. Dat je denkt van ik weet waar ik vandaan kom en hou maar even. Dat. Ja, en het is ook niet zo dat ik met militaire precisie naar een nummer 1 kan gaan. Hè. Je kan niet zeggen, kijk, als het met hardlopen was. Dan had ik kunnen zeggen, ik ben gewoon nummer 1. Ik ben als eerste gefinished. Dat is duidelijk voor iedereen om te zien. Maar met muziek, ja, dat kan je niet zeggen. Daar moet je ook geluk mee hebben. Usain Bolt loopt gewoon hard. Ja, ja. En lacht heel veel. Hè. Dat is ook belangrijk. Ja. Een Suriname die zingt over Parijs. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar wat weet de beste man eigenlijk over deze Franse hoofdstad? Er zijn een aantal plekken die de revue passeren in jouw liedje Parijs. Ja. Eén daarvan is de Champs-Élysées. Dit is vraag 1. Ja, je zit nu in de quiz, ken je Parijs of ken je het niet? Welke tour eindigt ieder jaar op de Champs-Élysées? Dus even om erin te komen. Tour de France. Oeh la la. Ja, dat is hartstikke goed. Vraag 2. Een andere, is weer een andere plek die voorbij komt in jouw liedje. De Seine. Aan de Seine. Hè? Ja. Hoe lang is die? Je mag er 50 kilometer naast zitten. Hoe lang is de Seine? En het zit tussen de 500 en de 1000 kilometer.
Tussen de 500 en de 750. Nou, het is 776. Deze man heeft echt het recht om over Parijs te zingen. Dat weten we nu al. Oké, nog eentje doen? Ja. Welke locatie hebben we nog niet gehad uit je nummer? We hebben de Seine gehad. We hebben de Champs-Élysées gehad. De Notre-Dame. Ja, de Notre-Dame. Hoeveel treden heeft de trap naar de toren van de Notre-Dame? Overigens, dames en heren, iedere dag geopend tussen 8 uur 's ochtends en 4:15. Hoeveel treden heeft de trap naar de toren van de Notre-Dame? Het is tussen hoeveel? Ja, tussen de 150 en de 600. En je mag er ook weer 50 naast zitten, wat mij betreft. Oké. Ik ben niet zo streng. Ja, 300? 300, iets hoog zeggen. Oké, 350. Ja, nou ja, dan zit je er heel dichtbij. 365. Oelala. Okay. Oelala. Dat ging hartstikke goed. Nee, we zitten helemaal in de sfeer. Ja, ik ben in Parijs. Jij ook? Ja, ik een beetje, ja. Zit er daar in mijn hoofd. Ben je er klaar voor? Ja, ik wil het nog een keer zingen. Ja, top. Dus je zegt alsof het de laatste keer wordt. Oh, nee. Nee, gelukkig niet. Nee. Wie heb je meegenomen? Is even leuk. Ik heb Memru meegenomen, Memru Ranian en Debra. Ja. Daar zing ik mee, maar hij is ook tegelijk de vriendin van Memru. Oh, kijk eens aan. Ja, ik zag het al, ik denk, daar begint wat, maar dat is het dus al. Ja, dat is niet mee. Ja, het viel op. Ja, het viel op. Nou, ik zou zeggen, join the team. Oké, dank je. En dan ga ik je aankondigen. Hij heeft ook het nieuwe nummer van